Oh, ik moet er weer van huilen als ik daaraan denk. Ik hoopte al dat er zoiets in zou zitten. Oh, ik heb straks chocola voor het leven. Hi guys. Super makkelijk, want je pleurt dus dit allemaal in de oven. Ik heb wel super leuke dingen gekregen, zoals dit leuke lampje. Goedemorgen mensen. Welkom op Vlogmasdag 10. It has been a week. Oh, waar te beginnen? Ik kon gisteren gewoon helemaal niet slapen. Omdat ik al de hele tijd in mijn hoofd had. Het verhaal dat ik met jullie moet delen. En wat ik allemaal niet mag vergeten om te vertellen. Dus ik dacht, oké, als ik hier niet door kan slapen. Dan is het misschien maar beter dat ik gewoon weer begin met Vlogmas. Dat ik het weer oppak. En dat ik even dit verhaal uit mijn systeem krijg. Want anders dan blijft het maar in mijn hoofd ronddwalen. Met alles wat ik heb meegemaakt. En hoe het allemaal is gegaan afgelopen week. Het is nu een week en een dag geleden dat ik geopereerd ben. En ik kan eindelijk zeggen dat het met wat grotere stapjes vooruit gaat. Ik heb sinds gisteren weer energie om een beetje mascara op te doen. Ik ben gisteren ook voor het eerst weer naar buiten geweest. Dus er zit echt een stijgende lijn in. Maar het is echt een heel heftige week geweest. Ik ben gewoon veel te optimistisch erin gegaan. Oh, lachen doet nog een beetje pijn. Daar moet ik dan nu ook een beetje op lachen. Omdat, ja, ik wist gewoon echt niet wat ik kon verwachten. Ik wist wel dat het een zware ingreep ging zijn. Want daar had ik voor gekozen. Ik kreeg op een gegeven moment de keuze van wil je nu voor de zware optie gaan. Dan ben je gewoon van de meeste klachten af. Maar dan moet je wel langer herstellen. Of wil je voor een lichtere optie gaan. Dan ben je van misschien een aantal klachten af. En dan moet je binnen een aantal jaar alsnog geopereerd worden voor de zwaardere versie. Dus ik zei ja, doe dan maar gewoon de zwaardere ingreep. Dus ik wist wel dat het zwaar zou zijn. Maar toch stond er overal. Na dit soort operaties kun je wel voor jezelf zorgen, maar niet voor een gezin. Dus ik dacht, oh, oké, als ik voor mezelf kan zorgen, ja, dan is er niet zo heel veel aan de hand. Maar nou, ik kon echt even kijken. Eergisteren heb ik voor het eerst weer alleen gedoucht. En dat was een beetje het punt dat ik dacht van, ja, nu gaat het de goede kant op. Maar ik kon echt niks. Ik kon echt niks. Maar oké, ik zal even het hele verhaal vertellen. Donderdag 2 december kwam ik dus aan. Wacht even. Donderdag 2 december kwam ik aan in het ziekenhuis. Ik moest me om 10 uur melden. Nou, het was eerst nog best wel raar. Oké, ik ga gewoon echt alles vertellen in full details. Dan weten jullie gewoon allemaal alles wat ik heb meegemaakt. Dus het wordt misschien wel even een lang verhaal. Maar bear with me. Ik zal het zo vlot mogelijk editen. Ik moest me om 10 uur melden bij de verpleegafdeling. Dus ik zou daarheen. Maar de deur zat helemaal dicht. Dus ik zat en er was ook helemaal niet een duidelijke knop of zo om de deur open te doen. Wat je wel ziet in ziekenhuizen vaak. En ook niet echt een intercom van wat ik zag. Ja, er was er wel één, maar die was best wel ver weg van de deur. Dus ik dacht van ja, voor ik het weet heb ik ineens iemand aan de lijn die ik helemaal niet nodig heb. Dus ik wachtte eventjes tot er iemand naar buiten kwam, zodat ik naar binnen kon glippen. Nou, er was wel een soort van receptie. Dus ik zo, hallo, ik kom voor mijn opname. Kijk, ze is helemaal verbaasd. Dus ik dacht, oh god, ik heb toch wel de goede datum. Maar blijkbaar was het niet de bedoeling dat ik me daar ging melden. Maar was er nog een hokje voor de verpleegafdeling met, wat stond er nou op? Verpleegkundig spreekuur, volgens mij. Nou, hoe onlogisch dat ik blijkbaar daar had moeten zijn. Nou, anyway, oké. Dus ik ging daarheen. Werd ik op een random bankje gezet. Echt bij de liften. En Jasper die was nog even de auto aan het wegzetten. En die kwam zo daarheen. En die zei van, hè? Nee, je zit hier helemaal niet goed. Hier heeft toch niemand in de gaten dat wij ergens op aan het wachten zijn. Ik ga bellen. Waar ben je net geweest? Die mensen, nee, dat klopt allemaal niet. Dus die schoot helemaal in de stress. Want die dacht dat we, zeg maar, ergens onzichtbaar aan het wachten waren. Dat er dus niemand bewust zou zijn van het feit dat we daar zaten te wachten op een opname. Dus die werd helemaal onrustig. Nou ja, uiteindelijk kwam er toch iemand die dan zei van, ja, kom er zo aan hoor. Dus toen was in ieder geval een beetje bevestiging van, oh oké, we zitten hier toch wel goed. Ik moest de hele ochtend nuchter blijven, maar daar kreeg ik dan een beetje paracetamol met een klein beetje water. En die ging allemaal, ja, dingen vertellen van, ja, we hebben in principe 2 nachtjes voor jou dat je hier mag blijven. We gaan kijken of het lukt om je naar 1 nachtje naar huis te laten gaan. En op het moment dat we daar binnen liepen, toen werd zij eigenlijk al gebeld van, ja,
Bente mag al naar beneden komen, naar de operatiekamer. Want er was iets met een eerdere operatie. En ze zei, er was een voorval met een eerdere operatie. Dus je mag eigenlijk gelijk naar beneden. Je bent gelijk aan de beurt. Dus ik zei, oh, wat fijn. En toen zei ze, ja, voor jou wel ja. Voor die patiënt niet. En toen dacht ik, oh my god. We zijn hier in een ziekenhuis en hier gaan mensen dood. Dus ik dacht helemaal van, oh nee, er is iemand dood gegaan. Erg. Dus nou, toen ging het dus ineens heel snel. Nou, toen, ja, ik kreeg nog wel even een uitgebreide intake, waar ze ging vragen over allemaal allergieën, mijn gewicht en zo. En vond ik het spannend. Nou, toen ging ik gelijk natuurlijk huilen, want ik huil best wel snel. Helemaal als ik het spannend vind, dan, ik vind alles ook gewoon heel spannend. Helemaal alles wat ik nog nooit heb meegemaakt, vind ik spannend per definitie. Dus ik moest gewoon gelijk huilen. En toen kreeg ik daar ook te horen dat ik een katheter kreeg. Nou, vond ik ook spannend, want ik dacht van, ja, ik bedoel, prima, dat brengen ze in tijdens de operatie. Maar ja, dan word ik wakker, dan heb ik dat ding nog en dat moet er dan ook nog uit. Dus toen moest ik daar alweer over huilen dat ik dacht, oh nee, ook niet nog een katheter. Nou, toen hadden we dus eventjes gekletst met haar en toen moest ik dus gelijk echt chop chop chop. Ik denk dat dit binnen een kwartier was, dus om 10:15 liet zij ons binnen voor dat gesprekje. Ik denk dat een kwartier later lag ik in dat bed in die operatiehemd en werd ik naar beneden gereden. Dus het ging ineens echt heel snel. Allemaal mensen die hadden het nog gevraagd van, ja, laat even weten hoe laat je aan de beurt bent. Want dat wist ik op dat moment nog niet. Ik had geen tijd voor een operatie doorgekregen, alleen een opnametijd. En toen werd ik dus gelijk naar beneden gebracht. Nou, en ik lag daar lekker in een bedje. Ik werd eerst nog in een soort van holding geplaatst. Dat is een soort wachtkamer voor mensen die de operatiekamer in moeten. Dus dan lig je daar zo in je bed. Jasper heeft al voor de holding van mij afscheid moeten nemen. Toen moest ik ineens nog plassen. Dus ik vroeg zo, ja, mag ik nog even plassen? Toen zeiden ze, ja hoor, is goed. Dus toen liep ik zo in mijn operatiehemd en in zo'n, met zo'n haarnetje liep ik zo over die gang. Allemaal mensen keken me helemaal verbaasd aan dat ik daar liep. En ik zei, ja, ik ben nog niet geopereerd. Dus ja, ik loop gewoon nog. Toen op een gegeven moment toen lag ik daar in die holding. En toen kwam een gynaecoloog in opleiding die ook bij de operatie zou zijn, kwam eventjes buurten. Dus die had al helemaal gezegd van, ja, maak je geen zorgen. Dus de operatiekamer staat heel erg vol. Er zijn heel veel mensen. Dus schrik daar niet van. Dus ik dacht, oh ja, wat is dan veel? Ik heb geen idee. Wat is normaal? Ik weet het allemaal niet. En ze zei ook van, ja, bedenk ook alvast een leuke droom. Want we merken gewoon dat als mensen aan iets leuks denken, als ze wegzakken, dat ze ook lekkerder wakker worden. Dus ik ging alvast nadenken van, oké, wat zou ik dan willen? Dus ik had helemaal bedacht van, oké, ja, ik ga nadenken over onze reis door Amerika die we een paar jaar geleden hebben gemaakt. Want die was zo leuk en ik voelde me daar zo thuis. Nou, dat had ik helemaal zo bedacht. Even kijken, dus hoe laat hebben we het nu? Ik denk dat ik rond 10:30 naar beneden ben gebracht. Ik heb op die holding wel eventjes gelegen. Ik denk 20 minuutjes of zo. En toen werd ik opgehaald voor de operatiekamer. En het was, ik had me echt voorgesteld, zo'n heel grote zaal. Alleen maar met tegels en heel koud. Want ze hadden gezegd dat het heel koud zou zijn. Dus ik had mijn sokken aangehouden. Want dat zeiden ze dat ik dat moest doen. Maar het viel eigenlijk wel mee. Het was best wel klein. Ik heb niet zo heel goed rond kunnen kijken. Ik zag alleen dat aan de bovenkant hadden ze een soort van die lichtgevende plafondplaten in verschillende kleuren. En ja, verder zag het er gewoon, ja, het was inderdaad vol met heel veel mensen en heel veel slangetjes. Maar ik vond het best wel een kleine ruimte. Misschien was het wel vanaf hier, dus ik zit hier tegen de muur aan, tot aan met de plant. Zeg maar, tot daar, zoiets. Nou, waren dus allemaal mensen die gingen zich soort van heel snel voorstellen. Niet allemaal. Maar ik had dus de anesthesist. Ik had een chirurg. De gynaecoloog. En de gynaecoloog in opleiding. En dan waren er nog allemaal mensen. Maar die hebben zich volgens mij niet echt voorgesteld. Kan ik me niet zo erg meer herinneren. Toen moest ik van mijn operatie, van mijn chillbed zeg maar, naar de operatietafel bewegen. En ineens ging het echt heel snel. Mijn operatiehemd werd allemaal zo losgetrokken. En ik kreeg overal plakkers op. Niet alleen op mijn hoofd, want dat, nou, daar was ik eigenlijk wel blij mee. Ik had nog ergens de irrationele angst dat ik zo iemand zou zijn, omdat ik altijd heel moeilijk inslaap. Had ik de irrationele angst dat ik zo iemand zou zijn die niet in, onder narcose zou raken. Dus dat ik wel bijvoorbeeld verlamd zou raken, maar dat ik alles alsnog mee zou krijgen en zou voelen. Aan de telefoon had ik al een keer een gesprek met iemand gehad daarover. Of gewoon, dat was gewoon een intake met de anesthesist. En die zei, nee, we monitoren dat allemaal heel goed. Je krijgt ook plakkers op je hoofd om je hersenactiviteit te meten. Dus daar zal echt geen sprake van zijn. Dus ik voelde die plakkers. Toen dacht ik, oké, chill. Maar er werd eigenlijk niks meer uitgelegd vanaf dat moment. Het voelde echt heel snel. Dus nou, overal werden plakkers geplaatst. Maar dus niet alleen op mijn hoofd, maar ook
volgens mij op mijn rug. Nou, ik weet het niet meer precies. Toen kwam de gynaecoloog nog eventjes boven me hangen. En die zei van, ja mevrouw, stel nou hè, dat een van je eileiders helemaal verstopt is. En wat we niet gefixt krijgen, zullen we hem er dan maar gewoon uithalen. Want anders dan levert het alleen maar heel veel ellende op. En toen dacht ik, serieus? Pardon? Ik heb 5 maanden op deze operatie zitten wachten. En nu, 1 minuut voordat ik onder narcose moet, ga je me vragen of je mijn eyeliner mag verwijderen. Nou, ik dacht echt, wat is dit voor een moment om dat nu te vragen? Maar ik dacht ook van, weet je, ik heb ook geen zin om nu hiervan in de stress te schieten. Dus ik bleef gewoon rustig en ik zei, weet je, prima. Zoek het maar uit. Even flash forward. Gelukkig hebben ze geen eyeliders hoeven verwijderen. Maar ik dacht echt wel van, nou, moet dit nu? Pardon? Dus nou, hij had die vraag gesteld. Toen werd er een soort van heel erg proces gestart. Met een soort van samenvatting van wat er allemaal ging gebeuren. Maar allemaal in artsentaal. Dus die gynaecoloog in opleiding, die leidde zeg maar het proces. Dus die deed alle checks van, is dit aanwezig? Zijn deze mensen aanwezig? Weet iedereen welke methodes en zo die moet gebruiken? Allemaal ingewikkelde woorden waar ik niks van snapte. Dus ik dacht, nou, het is niet voor mij. Ik ga wel gewoon chillen. Dat ging dus ook heel snel. En toen kwam de anesthesist. En die begon dus te vragen met waar woon je? Ook gewoon om een beetje af te leiden waarschijnlijk. Terwijl ze intussen mijn infuus aan het zetten was. En toen vroeg ze ook van, ben je nog op zomervakantie geweest deze zomer? Dus ik zei, ja, maar ik ga over een andere reis ga ik dromen. Namelijk een reis van een paar jaar geleden. En toen zat ze nog te hannesen, want ze moest een soort van band om mijn arm hebben. Ik denk dat daar ook deze blauwe plek van komt. Wacht, check deze blauwe plek. En het is dus al van langer dan een week geleden. Nou, ze zat dus te hannesen met zo'n band die om mijn arm heen moest. Kreeg ze niet gedaan, dus ik dacht, is dit nou weer voor aanfluiting? Maar ze zei, nee ja, deze banden zijn nieuw en ik snap niet hoe die werken. En toen kreeg iemand anders het wel gefixt. Nou, dus toen zat die band eromheen. Toen voelde ik ook die naaldjes in mijn hand gaan voor het infuus. En toen ging ze dus vragen stellen over die reis. En ik ging helemaal vertellen van, ja, we begonnen in San Francisco. Toen gingen we naar beneden via de kust. En toen gingen we omhoog naar wat natuurparken. En toen voelde ik al dat ik aan het wegzakken was. En toen dacht ik, ah, oké, dit is chill. Dus toen was ik nog een beetje zo aan het brabbelen. En toen viel ik dus in slaap. En ik hoorde ook zo, alles klonk steeds verder weg. Dus ik dacht, nou, dit is helemaal top. Ik werd helemaal rustig. Ik vertrouwde ook helemaal op iedereen. Dus dat was helemaal goed. Nou, dit moet dus rond 11 uur geweest zijn. En het eerstvolgende wat ik daarna weer, toen ik wakker werd, zeg maar, was 4:15. Dus even kijken, 5 uur later. Wat wel heftig was, vond ik, want de operatie zou maar 2 uur duren. Dus ik moet eigenlijk nog steeds vragen van, is dat nou gelukt in die 2 uur? Heb ik nou zo lang nog moeten uitslapen? Want ze hadden ook tegen Jasper gezegd dat ze verwachten dat ze hem om 2 uur ongeveer zouden bellen als ik op de uitslaapkamer lag, omdat ik rond 2 uur wakker zou worden. Maar hij werd dus pas om 4:15 gebeld met het bericht dat ik nog sliep. Dus om 4:15 werd ik wakker. En het eerste wat ik dacht, een van de eerste dingen, oké, ik weet niet meer welke gedachte eerst kwam. Een van de eerste gedachten was, oh yes, 4:15, om 5 uur zie ik Jasper. Want om 5 uur begon het bezoekersuur. Dus daar was ik helemaal blij van. En het tweede wat ik dacht was, ik had die avond ervoor nog met mijn broertje gefacetimed, want die wou me eventjes succes wensen. En die had gezegd, als grapje natuurlijk, van wat nou als je ineens wakker wordt met een been minder? En ze hebben daar super veel checks voor, hè? Want overal wordt dan nog gevraagd, waarvoor ben je hier? Wat wordt er aan je gedaan, zeg maar? Gewoon zodat ze continu kunnen checken dat je voor de juiste operatie daar ligt. Maar ja, Denzel die zei dus van, wat? Denzel, zo heet mijn broertje. Wat nou als je wakker wordt met een been minder? Dus ik merkte dat ik wakker werd en ik zat toch eventjes met mijn tenen te wiebelen om te voelen of mijn benen er nog aan zaten. Dus dat was wel grappig. Ik moest daar zelf ook om lachen. Nou, dat uur ging heel snel. Elke keer dan viel ik weer een beetje in. Ik kreeg gelijk trouwens een pompje in mijn hand voor morfine. En ik had wel een beetje buikpijn, dus daar heb ik lekker op gedrukt. Ik viel elke keer weer een beetje in slaap. En ik weet nog dat ik me ook heel euforisch voelde. Ik was helemaal van, oh yes, het zit erop. En ik heb niks meegekregen. En ik ben zo trots op mezelf. Ik voelde me heel trots op mezelf op de een of andere manier. En ook een van mijn eerste gedachten was ook van, nou, dit zou ik zo weer doen. Maar goed, toen moest de hel nog beginnen. Elke keer dommelde ik dus een beetje weg. En er stond zo'n apparaat naast mij. En af en toe begon die heel hard te piepen. En dan kwam er iemand zo aangelopen. Dus op een gegeven moment, want ik probeerde daar gewoon nog een beetje te slapen. Dus ik zei zo, ja, wat is dat? Waarom piept dat ding zo? Ja, zei ze, je bent iets te relaxed. Dus af en toe dan vergeet je te ademen. Dus ik lachte echt zo van, oh,
toen op een gegeven moment was het een uurtje later. Want ik moest daar een uur ongeveer wakker zijn. Rond 4:15 mocht ik dus dan naar boven. Waar Jasper al op me zat te wachten. En onderweg zeiden allemaal mensen van... Ja, en er staan allemaal mensen op je te wachten. Want je vriend is er. En de gynaecoloog was er ook om de operatie met me door te nemen. Want op dat moment wist ik nog helemaal niet hoe het was gegaan. Wist ik bijvoorbeeld ook niet of ze nou die eileider... hadden moeten verwijderen of dat niet nodig was. Dus toen kwam ik boven. Toen zat Jasper daar gelijk. En op de gang zat al de gynaecoloog. Dus, en ik herkende hen. Dus ik zei, hey, hallo, it's me. Eerst gingen ze dan een beetje vertellen over wat ze hadden gedaan. Want ze hebben dus gekeken. Ze hebben mijn hele buikholte bekeken van waar zit allemaal de endometriose. Ik had namelijk het vermoeden dat het ook op mijn middenrif zou zitten. Omdat ik regelmatig pijn had met uitstraling naar mijn schouders. En dat is een symptoom van endometriose op je middenrif. Dus ik had van tevoren nog gevraagd van wil je even checken of het ook op mijn middenrif zit. Dus ze hebben alles nagekeken en daarna hebben ze natuurlijk zoveel mogelijk geprobeerd te verwijderen. En niet alleen de endometriose stukken, want dat zijn dus de stukken die bloeden in mijn buik als ik ongesteld ben. Maar die dingen hebben ook kiesten achtergelaten doordat het bloed niet weg kon. En ook die kiesten hebben ze verwijderd. Dus daar kreeg ik toen een heel verslagje van. En ik moet zeggen, als ik erop terugkijk, vond ik mezelf al best wel helder, want daarna zakte ik al heel gauw weer weg in slaap en zo. Maar ik kon allemaal vragen stellen. Want ik wilde eigenlijk gewoon weten, ook percentueel gezien, hoeveel hebben jullie kunnen weghalen? En dat was 90%. Dus daar was ik eigenlijk heel blij mee. Ja, ze hebben natuurlijk ook gekeken van hoe alles erbij lag. Hoe erg alles was verkleefd. En of het verder nog was aangetast. Mijn hele reproductive system, zeg maar. Maar dat was allemaal niet aan de orde. Ze zeiden eigenlijk dat het er allemaal heel mooi bij lag. Dus dat was super goed nieuws. Nou, toen gingen die gynaecoloog en die gynaecoloog in opleiding, want die kwamen eventjes dat vertellen. Die gingen weg. En toen kwam het eten. Oh, ik ga gewoon bijna weer over mijn nek als ik eraan denk. Ik lag daar dus nog helemaal zo... Nou, lijkt bleek. Komt er dus zo'n plastic schaal met een speklap, met prei en met aardappelpuree. En ik ben al niet zo'n fan van AVG. Maar ik kwam daar net uit. Ik had de hele dag nog niks gegeten. En ik was ook ontzettend misselijk. En gewoon licht in mijn hoofd en alles van die hele operatie. Komen ze gelijk met zo'n heftige maaldijd aanzitten. En ik zat echt zo, gadver, nee, dat hoef ik echt niet. En toen vroegen ze, oh, wilt u dan misschien iets anders? Een boterhammetje. Nou, Jasper die was er dus inmiddels. En die zat me een beetje brood te voeren. Uiteindelijk heb ik maar 1/4 van één boterham op. Want ik viel gewoon elke keer in slaap. Ik was gewoon heel licht in mijn hoofd. En ik had dus eigenlijk ook helemaal... Ik had wel honger, maar ik had geen eetlust. En dat heeft nog een week zo geduurd. Oh, dat was echt heel frustrerend. Maar daar komen we zo. Nou, dus op een gegeven moment Jasper was er. En daar heb ik gewoon even een beetje mee gekletst. Maar ik viel elke keer wel in slaap. Dus op een gegeven moment zei ik ook tegen hem van... Ja, misschien moet je maar gaan. Want ik merk dat ik mezelf aan het wakker houden ben. Omdat jij er bent. Maar ja, eigenlijk wil ik gewoon slapen. Dus toen ging die op een gegeven moment, was wel na, weet ik het, 1,5 uur of zo, 2 uur. Dus hij was wel eventjes gewoon lang op bezoek geweest. En nou, toen zat ik weer eventjes lekker te dutten. Op een gegeven moment werd ik weer wakker en toen dacht ik, oh wacht, er ligt ook nog iemand tegenover me in deze kamer. Toen heb ik daar nog eventjes gezellig mee gekletst. Maar op een gegeven moment rond 10 uur 's avonds was ik weer moe. Dus ik zei, nou, ik ga slapen. Nou, en toen begon de langste nacht van mijn leven. Dat was echt een hel nacht. Ik heb nog nooit zo'n lange nacht meegemaakt. Ik kwam gewoon niet in slaap. En ik schrok, als ik dan eindelijk in slaap was gevallen, schrok ik de hele tijd wakker van geluiden, van de nachtzuster die met een zaklamp zo koekoek. De verwarming. Elk uur ging die verwarming een kwartier lang gewoon lopen tikken. Ik dacht, wat is dit voor een idioot gebeuren? Ik probeer hier te slapen en die verwarming maakt echt tering veel lawaai. Ik sliep natuurlijk op de kamer gelukkig maar met één ander iemand. Want ik weet niet hoeveel prikkels ik had gehad als er nog 3 andere mensen waren geweest. Die maakt natuurlijk geluid. Daar werd ik af en toe wakker van. Die nachtzuster dus. En die moesten ook nachtcontroles doen. Dus dan gingen ze mijn bloeddruk meten. En saturatie. Mijn blaas. Nee, niet mijn blaas. Maar mijn katheter. Die werd op een gegeven moment nog geleegd. Midden in de nacht. Dan mijn hoofd was gewoon helemaal op hol. Ik zag gewoon de hele tijd weer vlagen vormen van alles wat er die dag was gebeurd. Ik was heel bang dat ik dingen zou vergeten of zo. Maar ik wilde het juist heel graag aan jullie in geuren en kleuren of zo kunnen vertellen. Ik schrok soms ook wakker van het feit
dat ik in slaap aan het dommelen was, werd ik me ineens bewust van het feit dat het eindelijk leek te lukken dat ik in slaap ging vallen. Werd ik daar super blij van. Dus dan was het echt zo van, yeah, ik viel bijna in slaap. Maar toen was ik alweer klaar wakker. Ik begon op dat moment ook pijn te krijgen. Wat ze tijdens die operatie hebben gedaan is dat ze heel veel gas in mijn buik hebben geblazen om het wat op te bollen, zodat ze overal beter bij konden. Voor een gedeelte kunnen ze dat er wel uitzuigen, maar voor een gedeelte blijft dat ook zitten. En dat gaat dan onder je middenrif zitten en dan straalt het uit naar je schouders. En als ik op mijn rug lag, dan had ik daar niet zoveel last van. Maar op een gegeven moment werd ik wakker met verschrikkelijke rugpijn. Dus ik dacht, ik ga eventjes wat draaien. Nou, als ik naar rechts draaide, hier zo aan deze hand, zat mijn infuus. Maar dat infuus hadden ze net iets te kort opgebonden. Dus rechts kon ik niet liggen, want dan trok het infuus me terug. Links kon ik niet liggen, want dan kreeg ik superveel pijn in mijn rechter schouder door dat gas. Maar ik had wel nog mijn morfinepompje. Maar ik was daar een beetje bescheiden mee. Want ik ging al best wel lang zonder dat pompje. Dus ik dacht, oh ja, het gaat eigenlijk supergoed. Want ik heb het pompje helemaal niet nodig. Dus nou, uiteindelijk heb ik toch superveel dat pompje nog gebruikt. Want ik had echt heel veel pijn. Dus dat waren allemaal factoren die mij die nacht wakker hielden. En op een gegeven moment duurde het al zo lang dat ik dacht van, nou oké. Okay, ik heb toch wel een paar korte slaapjes gedaan. Dus het zal nu toch wel zo'n beetje 7 uur of zo, 7:30 zijn. Dus ik keek op mijn telefoon, was het echt 12:15. Even later had ik weer wat korte slaapjes gehad. En toen keek ik van, nou oké, dan moet het nu toch wel ochtend zijn bijna. Was het 2:30. Het ging zo, zo langzaam. Nou ja, toen waren er nog heel veel controles die ochtend. En er kwam ook nog een andere gynaecoloog. Kwam nog helemaal langs, aan wie ik nog allemaal vragen kon stellen. Dus dat was wel super fijn. Toen begonnen ze toch wel weer een beetje te pushen van, om me zo snel mogelijk het bed uit te krijgen. Maar ja, ik had die hele nacht niet geslapen. Dus elk moment dat ik eventjes kon gaan liggen, lag ik gewoon lekker met mijn ogen dicht een beetje in te dommelen. Waarvan ik dacht van, oh yes, eindelijk lukt het. Maar elke keer kwam er dan weer iemand met, ja, mevrouw Beemeland, het is toch wel even fijn als u begint met mobiliseren. Of dan kwam er weer een nieuw iemand in die kamer op. Of dan was er weer een controle voor bloeddruk en saturatie. Of dan moest ik weer medicijnen slikken, pijnstillers. Ik voelde me echt ellendig. Ik had echt last van die pijnen. Al had ik daar nog het minste last van. Ik voelde me gewoon helemaal kut. Zwak. Licht in mijn hoofd. Elke beweging was er één te veel. Ik wou alleen maar liggen en slapen en huilen. Ik heb ook heel veel gehuild die dag. Op een gegeven moment werden ook mijn pompjes, mijn infuus werd eraf gehaald. En die arts die had in principe ook gezegd, die gynaecoloog die ochtend er was, dat hij vond dat ik wel naar huis kon gaan die dag. Maar ja, ik dacht, hoe kom ik in godsnaam thuis? Want elke beweging is er één te veel. Mijn lichaam zegt alleen maar, you gotta lay down, you gotta lay down. En om mij heen waren allemaal mensen die dagopnames hadden. Die waren al zo wakker en gewoon zo helemaal van wow. En oh ja, plassen en oh, een beetje rondlopen. En oh ja, dat gaat allemaal goed. En ik lag daar echt van, what is wrong with me? En 's avonds zou mijn moeder op bezoek komen. En als het dan goed met me zou gaan, dan mocht ik naar huis. En zij kwam binnen en ik barstte echt in huilen uit. Ik had zo'n verschrikkelijke dag achter de rug. En mijn moeder echt zo, wat is er, wat is er? En ik zei, ik ben gewoon zo blij dat je er bent. Oh, ik moet er weer van huilen als ik daaraan denk. Ik voelde me echt gewoon heel ellendig die hele dag. En mijn moeder was echt, nou dat is sowieso een engel, maar die was helemaal geduldig. Gingen we echt in babystapjes, gingen we ervoor zorgen dat ik naar huis kon. En eigenlijk wist ik, ik kan nog helemaal niet naar huis, want elke beweging, dan zegt mijn lichaam, stop met bewegen. Maar ik dacht ook van ja, als ik vannacht weer zo'n kutnacht heb als afgelopen nacht, dan ben ik eigenlijk morgen nog verder van huis. Dus ik wilde wel heel graag naar huis, omdat ik dacht van ja, thuis slaap ik waarschijnlijk ook gewoon een stuk beter. Alles voelde als een stap te veel. Mijn schoenen aan, mijn sokken aan, alles. Dacht ik echt van, oh dat kan niet, dat kan niet. Maar het is toch gelukt. Met een rolstoel heeft ze me naar beneden gereden. En daar stond mijn vader al helemaal klaar, want die zaten helemaal in contact. En mijn moeder had ook al mijn medicijnen, mijn pijnstillers en zo opgehaald bij de ziekenhuisapotheek. En toen gingen we naar huis. En ik was zo blij om thuis te zijn. Weet je, want die omgeving en je hoort al die verhalen en je ziet allemaal mensen. En dan wil je nog een beetje, voel je nog bezwaard om nog gezellig te gaan doen ook. Terwijl dat eigenlijk helemaal nergens op slaat. En je hoort ook heel heftige verhalen van andere mensen. Het was echt heel fijn om thuis te zijn. Nou, even een samenvatting dan van afgelopen week. Want dat was dus het hele avontuur in het ziekenhuis. En van hoe ik uiteindelijk toch thuis ben gekomen. Toen dacht ik van, nou, ik ben thuis. Dus dit is helemaal fantastisch. Hier ga ik aansterken. En de eerste dag voelde ik me echt
een stuk beter al. Ik had natuurlijk ook goed geslapen. Maar de dagen daarna waren weer zo pittig. Ik was gewoon nog heel erg misselijk, ik denk van de narcose. Want ze hebben voor zover ik weet niet aan mijn maag gezeten. Dus daar heeft het volgens mij niks mee te maken. Maar ik was dus gewoon verschrikkelijk misselijk en ellendig. Ik kon gewoon alleen maar liggen en eigenlijk wachten tot het voorbij was. Zelfs Netflix kijken kostte me energie. Dan had ik een aflevering gekeken van Selling Sunset, van het nieuwe seizoen. Oh, zo leuk. En dan moest ik daarvan bijkomen, van alle prikkels. Dus ik kon echt helemaal niks. Ik had ook niet eens echt heel veel last van de pijn, maar het was gewoon echt ellende. Dat is het enige woord dat ik kan bedenken wat de afgelopen week kan omschrijven. Dus waar ik vlak na de operatie nog dacht van, ach, dit doe ik zo weer, heb ik afgelopen week echt heel vaak gezegd van, ik hoop dat ik nooit meer geopereerd hoef te worden. Nu de afgelopen 2 dagen gaat het ineens in grotere stapjes vooruit. Kan ik weer alleen douchen. Ik heb weer, sinds gisteren heb ik weer wat make-up op. Ik kan weer eten aan de eettafel. Dat kostte me eerst al te veel energie. Ik ben gisteren voor het eerst naar buiten geweest. Hopelijk lukt dat vandaag ook nog een keer. Pop, pop, pop. Ik denk dat dat het verhaal wel eventjes is tot nu toe. Ik heb gisteren ook weer voor het eerst bezoek gehad. Sarah kwam eventjes langs. Dat was ook weer heel gezellig. Een uurtje hebben we gekletst en daarna moest ik weer helemaal bijkomen. Ik voel me echt zo'n oma. Het is echt... Oh, sorry. Niet no offense aan alle oma's, maar ik bedoel meer gewoon zo iemand die heel rustig aan moet doen. En ik dacht, misschien is het straks wel leuk om de adventkalender, want daar heb ik dus ook helemaal geen energie voor gehad, om die open te maken. Time to get up and open some advent calendar boxes. Oh. Ik durf mijn buikspieren nog niet helemaal te gebruiken. Oh, wacht. Ik kan trouwens wel eventjes laten zien. What they did to me. Ik heb 5 littekens. 1, 2, 3, 4 en 5. Het ziet er best netjes uit, toch? Gisteren heb ik een aantal boxjes geopend. Ik zal even laten zien wat er allemaal in heeft gezeten. Dit was dag 1. Dus die hebben jullie gezien. De handcreme. Het sopje. Een shampootje, een bath bubble, body butter en een, hoe noem je dit, spons? We zitten nu op dag 10 en ik ga dan eventjes 7, 8 en 9 openmaken. We beginnen met 7. Oeh, ik hoopte al dat er zoiets in zou zitten. Een lipbalsumpje. Ik heb de hele tijd heel erg last van droge lippen. Oeh, oh, dit doet me denken aan de eerste lipgloss die ik ooit heb geowned. Ik heb helemaal een jeugdsentiment. Oh, deze is echt chill. Het is echt een leuke kalender. Ik ben er heel blij mee. Weer een flesje. Pink grapefruit shower gel. Dit soort dingen zijn alleen al zo handig om gewoon mee te nemen op vakantie of zo. En 9. Weer een handcream. Almond milk and honey handcreme. Ook zo'n handige meeneemverpakking. Ik heb straks in alle tassen een handcrempje of een lipglossje. Leuk. Nou, ik heb dus eindelijk dat ik niet meer van elke geur verschrikkelijk misselijk word. Nou, ik heb mega veel kaartjes gehad de afgelopen dagen. De hele tafel staat vol. En de mooie bos bloemen van mijn ouders. Mijn nichtjes die hadden een super grote fruitbox bezorgd. Echt heel lief. En wat ik ook veel heb gekregen, maar daar, dat is de enige smaak. Zo ongeveer waar ik nog niet aan toe ben. Chocola. En ik heb ook nog geen koffie op. Wat ik ook heb gekregen is dit. Ik ben dit een beetje aan het uitdelen. Kijk, brownie box. Hier zitten dan een aantal reepjes met brownie in. Deze hebben Twix smaak. Deze hebben karamel zeezout, originals, Oreo en hazelnoot brownie. Echt vet lekker, maar ik heb daar dus nu nog helemaal geen trek in. Nou, deze heb ik nog gekregen. Van mijn broertje heb ik ook een chocoladereep met gedroogd fruit. Ziet er heel feestelijk en lekker uit. Maar ben ik ook nog niet aan toegekomen. Oh, ik heb straks chocola voor het leven. Deze kreeg ik gisteren van Sarah. Mijn ouders zijn er nu gezellig om eventjes te helpen met klusjes en voor de gezelligheid natuurlijk vooral. Hier zie je ze in actie. Hi guys! Hi Mandy! Hey! Mama is bezig met de bloemen en papa met een cadeautje inpakken voor Jasper. Voor onder de boom. Een pakketje had ik al besteld in september en die is nu net binnengekomen. Nou, nog mooi op tijd voor onze adventkalender. Net nog even boodschappen gedaan en nu gaan mijn ouders er weer vandoor. Dag liefies. Sorry. Bedankt voor alles. Ja, graag gedaan joh. Kom weer lekker bij. Ja. Wat
Ik ben helemaal bijgekomen van ons... ik kan nog niet zo goed lachen. Van ons uitstapje naar de supermarkt. En inmiddels heb ik zelfs geholpen met koken. Jasper doet even een mooie demonstratie. We hebben die feta pasta gemaakt. Die zo populair is geworden op TikTok. Super makkelijk, want je pleurt dus dit allemaal in de oven. Een blok feta met heel veel tomaatjes, shallotje en knoflook. Dan ga je gewoon lekker zo... En dan kan de pasta erbij. En dat is super makkelijk en mega lekker. Lekker. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Het is cadeautjes tijd. Dit is de laatste avond dat we allebei een cadeautje mogen uitpakken. Want nu lopen we weer op schema, zeg maar. Ik heb wel super leuke dingen gekregen, zoals dit leuke lampje. Testosteron. Ja, want er stond op thee voor echte mannen en gerookte zwarte thee. Dus, ik zag hem liggen en ik denk, wow, dit is echt goed. Die moet ik kopen, maar toen dacht ik, oh wacht, misschien is dit wel een winkel waar bent ook schoen. Dit voor mij ziet er heel leuk uit. Lekker fleurig. Wat is dit? Tom Tower. Base included. Oh, het is gewoon een versieringje. Mm-hmm. Oh, schattig. Dan heb je zo de domtoren. Schattig! Dankjewel! Echt Utrechts. Ja. Oké, ik ga ook voor mijn andere adventkalender. Oh, met de chocolade adventkalender. Eén zin tegelijk, hè? Je hebt al het in te halen, maar laten we wel gewoon... Met de chocolade adventkalender loop ik echt dramatisch. Mm-hmm. Het is weer een flesje sop. Ik kan het hele jaar elke dag... Anders ruiken. Oeh, er kwam een beetje in mijn neus. Het is weer tijd om een nieuwe smaak uit te proberen. Chocola heb ik tot nu toe nog niet zo'n trek in gehad. Maar ik ga even kijken of het me weer bevalt. Lekker licht beginnen. Ja, het is wel echt een flinke op. Deze komt uit zo'n brownie box. Ja, ik ben helemaal beter. Stop bij deze de zorg. Ik weet wel dat het lekker is. En ik vind het ook lekker, maar ik heb er nog niet echt cravings naar. Mm-hmm. Terwijl eerst kon je me altijd chocola voeren. Het is alweer tijd om deze vlog van vandaag af te sluiten. The bitch is back. Bedankt voor het kijken. Bedankt dat je het hele verhaal hebt volgehouden. Nou, misschien heb je wel geskipt. Ik geef je groot gelijk, maar ik moest het verhaal gewoon even kwijt. Mega bedankt voor het kijken. En ik denk dat ik je morgen weer zie. Als het niet is, dan betekent dat ik gewoon weer toe ben aan een dagje dutten. Maar ik zou eigenlijk zeggen, tot morgen. Gewoon, weet je... We zien het wel. Doei!